Ja, dat weet ik wel. We moeten over dit perkje, jongens. Dus leven is gevaarlijk, dit. Sprong je er nou echt overheen, Johan? Ja. Was jij dat? Ja. Zo, hé. Ja. Goed man, dit. Ja, je ziet het, hè. We zijn 5 dagen onderweg. Het geeft steeds meer energie, dit, hè. Oh. Wat? Ik kan zo in slaap vallen. Nou, ik moet je wel zeggen, mijn buurman kwam vanochtend naar me toe. Die is ook al in de 70. En die vroeg ons alsof we iets eerder konden beginnen. Maar ik heb hem uitgelegd dat dat niet kan, omdat de wedstrijd nog bezig is. Dat lukt niet, nee. Maar het is vrij laat, vond hij. Ja, nee, maar dat kan ik begrijpen. Kijk, als mensen gewend zijn vroeg naar bed te gaan, of als je morgen moet werken, ja, dan zijn het een beetje vreemde tijden. Je weet dat je in beeld zit te roken nu, hè? Oh ja? Maar dat mag toch buiten? Ik weet niet of dat nog mag allemaal, maar het zal ook allemaal wel. Maar ga je ze een beetje energie geven, die mensen die nog even opblijven dan? Ik kom voor de jongeren, oudere jongeren op, hè? Zijn mensen in paniek nu over het roken van je? Maar we gaan er gewoon keihard tegenaan. De oranje zomer is begonnen met sigaar. Daar komt ie. Zo, mis niks van de oranje zomer. Ga naar veronicainsite.nl.